God zegen allemaal. Uitragers van het welvaartsevangelie, zoals Tom de Wal, die proberen vaak aan ons uit te leggen dat de zegen van Abraham ook beloofd is aan ons als gelovigen uit de heidenen en proberen daarmee te onderbouwen dat God aan ons precies dezelfde dingen zou geven of willen geven als aan Abraham. Vandaag gaan we kijken waarom ze dat geloven en waarom dat niet de juiste toepassing is van de zegen van Abraham. Allereerst gaan we nadenken over waarom precies zij dit punt maken en op grond van welke Bijbelteksten. En vervolgens zullen we kijken naar de fouten in deze interpretatie. die er uiteindelijk toe leiden dat het hele misverstand van het welvaartsevangelie. Uh, onderbouwd wordt op basis van deze versen. We beginnen te lezen Genesis hoofdstuk 12, vers 1 tot 3. En daar lezen we de belofte die God doet aan Abraham. Ik lees uit de herziene staatvertaling: De Heer, nu zei tegen Abraham: Ga uit uw land. Uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, uw zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus hier, hier ontstaat eigenlijk de grote belofte waar het welvaartsevangelie zich aan vasthoudt, um, en dat is dat. Abraham gezegend wordt door God. De precieze vorm van die zegen wordt hier goed uitgelegd. Hè? Want het feit dat God Abraham zegen betekent, in feite, en dat is de betekenis van het woord zegenen, is dat God Abraham gunst bewijst. Dat God. Uh, het goede geeft aan Abraham. En wat dat goede precies is, dat zit niet besloten in het woord zegenen zelf, maar dat wordt gespecificeerd aan Abraham. Er wordt uh, hier laten zien wat het betekent. Ga uit uw land, ga uit uw familiekring, ga uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Dus God gaat een land geven aan Abraham, aan zijn nageslacht. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen. Ik zal uw naam groot maken. U zult zelf ook tot zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen. Wie u vervloekt zal ik vervloeken. Dus er is een stuk bescherming wat God geeft aan Abraham. En in hem zullen alle geslachten van de aardbodem ook gezegend worden. Vervolgens gaat de welvaartspredikant naar Gelaten hoofdstuk 3, vers 14. En vanaf vers 13 lees ik. En dan staat er, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Vers 14. Opdat. De zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En meestal stoppen ze dan daar. En vervolgens zegt de welvaartspredikant en ook Tom de Wal: um, Kijk, de zegen, hè, het, de gunst die God gegeven heeft aan Abraham, de specifieke invulling van de zegen die God belooft aan Abraham, is materiële overvloed. Is financiële rijkdom. En dat is ook zo. God heeft dat in feite beloofd aan Abraham. Hij, hij belooft Abraham uit te breiden. Hij zal hem groot maken. Uh, hij belooft Abraham zijn naam groot te maken. Dus hij heeft een goede reputatie. Hij belooft Abraham een land. Ja, de, de welvaartsevangelist pakt dan dat land en maakt dat eigenlijk dan tot een soort algemeen concept land, vastgoed. Hè, dus dat hoeft dan niet meer vast te zitten aan Israël volgens de welvaartspredikant. Maar goed, God belooft Abraham vastgoed hè, in, in hun beleving. God belooft Abraham vruchtbaarheid. Hè, het, kinderen, ook al zou hij die op zijn leeftijd niet meer logischerwijs moeten kunnen krijgen. Maar goed, dus fysieke gezondheid in feite zou je kunnen zeggen. Vruchtbaarheid, fysieke gezondheid. En ook geestelijke zegeningen. En dat lezen we ook later: dat Abraham wordt gerechtvaardigd door geloof en dat Abraham door God wordt geleid. Dus dat zou je kunnen zien als geestelijke zegening. Dus materiële overvloed, financiële rijkdom, een grote naam, goede reputatie, land, vastgoed, vruchtbaarheid, fysieke gezondheid. Geestelijke zegeningen, zoals rechtvaardiging en goddelijke leiding. Maar die geestelijke zegeningen, dat is maar één van de vele aspecten van die specifieke gunst. die God belooft aan Abraham. volgens de welvaartsevangelist. Die zegen is veel breder. En um, dat is ook in feite zo. In de belofte die God geeft aan Abraham, de specifieke zegen die God belooft aan Abraham. zit veel meer dan slechts een geestelijke zegening. Het gaat om veel meer. En daarin heeft iemand of Stomde de Wal gelijk. En we lezen ook vervolgens hoe die zegening vervuld wordt in zijn leven, hoe die beloften vervuld worden. Uh, voor een deel eigenlijk ook pas na de dood van Abraham, maar hij wordt door God inderdaad gemaakt tot een groot volk. He, dat lezen we ook in het boek Exodus, hoe de Israëlieten vervolgens in Egypte tot een steeds groter volk groeien. Op zo'n manier dat uh, zelfs de farao begint te vrezen voor de invloed van, van Israël, dat um, de naam. ...van Israël groeit, dat ze een sterkere reputatie krijgen... ...dat ze vervolgens ook hè, met de exodus uit Egypte het binnenleiden in het land Canaan... ...dat ze uiteindelijk ook het land innemen wat God al aan Abraham beloofd heeft in die zegening. En vervolgens zegt de welvaartsevangelist, als dat de zegen is van Abraham... ...en die zegen is ook beloofd aan de heidenen... ...ja, dan betekent het dat wij eigenlijk al die andere dingen ook moeten ontvangen... ...dat het niet alleen maar een geestelijke zegening zou moeten zijn... En er staat inderdaad ook in Genesis 12, vers 3: Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar nu komt de denkfout, en dit is echt het, het grote probleem met deze interpretatie. De welvaartsevangelist zegt: De zegen van Abraham en de specifieke gunstbewijzen die God geeft aan Abraham. Dat is precies dezelfde zegen die God ook belooft te geven aan alle geslachten van de aardbodem. De, de invulling van het woord zegening wordt één op één overgenomen. Maar dat, dat is niet wat de tekst zegt. De tekst zegt weliswaar dat in Abraham, en later lezen we ook in zijn zaad, hè, dus in zijn nageslacht. We zullen zo zien wat de toepassing daarvan is in de gelaten brief door Paulus. Dat in zijn zaad inderdaad. God zijn gunst zal komen tot de heidenvolken. Maar dat dat precies dezelfde belofte zou omvatten als de belofte die God geeft aan Abraham, dat staat er niet. Dat staat er niet. Dat is wat er ingelegd moet worden door iemand als Tom de Waal of door een welvaartsevangelist. Maar dat is een aanname die niet gefundeerd is. En we zien straks ook dat Paulus dat niet doet. Maar daar komen we zo. De denkfout is dus dat omdat God die specifieke zegen aan Abraham heeft gegeven van nou een land uh, een groot volk maken nageslacht materiële zegeningen et cetera et cetera dat dus ook die dingen beloofd zijn aan christenen vandaag de dag in het nageslacht van Abraham maar dat staat er niet er staat wel dat God zijn gunst zal demonstreren door middel van het zaad van Abraham aan alle volken van de aarde de denkfout is dus om te denken dat de zegen die God specifiek geeft aan Abraham dezelfde zegen is als de zegen die God door Abraham zal geven aan de heidenvolken Um, maar de zegen die God heeft beloofd aan Abraham, had een specifieke historische, profetische functie in het verhaal van de Bijbel. En we lezen bijvoorbeeld ook in Genesis 22, vers 18, dat God zegt. En in uw nageslacht, in uw zaad, zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Dus het klopt dat God via het zaad van Abraham goddelijke gunst, goddelijke zegen zal brengen naar de Heidenen. Maar de precieze aard daarvan, de vorm daarvan, wat het precies betekent, dat wordt niet expliciet benoemd. Maar Paulus legt dat wel uit in de gelatenbrief. En dan zul je zien dat Paulus het daar nergens heeft. Over de financiële, materiële vastgoed, et cetera. Dat soort kanten ervan. Maar dat het slechts gaat om rechtvaardiging uit geloof. En de belofte van de Heilige Geest. Laten we daar naar kijken samen. Gelaten 3, vers 8 en 9. Daar lezen we. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen. Dus let goed op. We gaan een stukje exegese doen. Van Gelaat hoofdstuk 3, de versen rondom het vers waar de welvaartsevangelisten vaak naar verwijzen. En dan beginnen we vanaf Gelaat 3, vers 8. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen. Dus de toon wordt meteen gezet door Paulus. Waar gaat het hier om? De schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen. Dat is waar het over gaat. Rechtvaardiging. Hoe wordt een mens gerechtvaardigd voor God? Is dat door de wet? Is dat door besnijdenis? Of is dat. Uit geloof doorgenade, door de belofte van God vervuld in Christus Jezus en zijn offer. En door daarin te geloven. En dat tweede is het punt wat Paulus maakt in de Galatenbrief. En dus staat er: En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie. In u, en dat is dat citaat vanuit Genesis, in u. Zullen al de volken gezegend worden? Daarom, vers 9, worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Dus waar gaat het hier om? Wat komt tot de heidenen? Rechtvaardiging. Rechtvaardiging uit geloof. Dat is de zegen zoals Paulus hem uitlegt, zoals die door middel van Abraham en zijn zaad komt tot de heidenen. In het Grieks, uit het geloof, de heidenen, zou rechtvaardigen. Ek pisteos, dikaioi, taetnei. Dan lezen we verder vanaf vers 10, want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven vers 13: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Op dat en let goed op, op dat vers 14: de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. De, het gaat hier niet om de zegen die God aan Abraham heeft beloofd voor zijn leven tot de heidenen zou komen. Nee, het gaat om de zegen die God heeft beloofd te geven aan de heidenen in het zaad van Abraham. Dat is een andere zegen. Dat gaat niet om specifiek die vorm en die invulling. Zoals Abraham die beloofd krijgt In de vorm van een land, financiële zegening. Uh, gezondheid, vruchtbaarheid, et cetera, et cetera. Dit gaat specifiek over de zegen in het zaad van Abraham. Die vooraf aangekondigd is aan Abraham. En let goed op, waar gaat het dan om? Op dat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Let goed op, er staat er op dat. Hè, in de herziene staatvertaling staat er het woordje en Dus In het Griek staat dat woordje er niet. Um, maar dan staat er, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. En de welvaartspredikanten die stoppen meestal halverwege vers 14. Die zeggen gewoon, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Punt. En dat is welvaart en land en vastgoed en gezondheid en vruchtbaarheid, cetera. Maar Paulus voegt er iets aan toe. En specificeert wat de toepassing is, wat het betekent. Hij zegt, de zegen van Abraham, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Dus. Paulus' toepassing van die zegen die beloofd is door het zaad van Abraham aan de heidenen is. De belofte van de geest en de rechtvaardiging door geloof. Dat zijn de twee dingen. En de belofte van de geest omvat dan dingen als wedergeboorte. We lezen dat dat het werk van de Heilige Geest is. De aanname als kind van God. De Geest die in ons getuigt dat wij kinderen van God zijn. Een relatie van God hebben, zoals Abraham door geloof en door Gods belofte en Gods gunst in zijn leven een relatie had met God. Een vriend van God genoemd werd. Rechtvaardiging door geloof en de belofte van de geest. Dat zijn de twee dingen die Paulus in deze context toepast. Op die zegen van Abraham die tot de heidenen komt. Dan lezen we verder vanaf vers 15. Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één en aan uw nageslacht. Dat is Christus. Dus Paulus probeert hier te laten zien, en dat doet hij ook, dat. De toepassing van specifiek uh, Genesis 22, wat daar staat, Genesis 22, vers 18, in uw zaad, in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, dat dat zaad betrekking heeft op Christus en dat door Christus alle heidenvolken gezegend zouden worden. En wat is dan die zegening in de context van Gelaat hoofdstuk 3? Rechtvaardiging door geloof, de belofte van de heilige geest. Punt. Dat is de zegening in de directe context. Paulus heeft het nergens over de materiële kant van die zegening. Hij heeft het nergens over fysieke gezondheid. Hij heeft het nergens over uh, al die andere aspecten die Abraham wel direct beloofd kreeg van God. De toepassing is rechtvaardiging uit geloof en de belofte van de geest. En waarom benadrukt Paulus juist dat? Dat is omdat er onder de christenen in Galatië. Uh, Joden waren en Joodse leraren waren die tegen de heidenen zeiden: Ja, je kunt wel Jezus volgen, maar je moet tegelijkertijd ook de wet houden. Je moet weer onder de wet komen, je moet je laten besnijden. En Paulus laat zien dat dat een vals evangelie is: dat dat een evangelie is van geloof in Jezus Christus plus werken en dat dat evangelie niet redt. Je mag niet iets toevoegen aan het Bijbelse evangelie, dan verander je de boodschap en zal je daarmee de boodschap corrupt maken. En nou, dat is eigenlijk ook iets wat vandaag de dag nog. Gebeurt mensen die dingen toevoegen aan het evangelie van Jezus Christus die niet in de schrift te vinden zijn, en vervolgens uh, een beroep doen op de nog waarachtige elementen in hun evangelie om die 5% gift die ze erin stoppen te rechtvaardigen. Maar zo werkt het niet. Als jij dingen gaat toevoegen aan het evangelie van Jezus Christus die de Bijbel niet belooft, dan. Zorg je ervoor dat een klein beetje zuur deeg, het hele deeg zuur maakt. En dan zijn er allerlei mensen die dat gaan verdedigen door te zeggen: ja, maar 90% van wat onderwezen wordt is gewoon bijbels. Ja, maar het is die, het is die 10%, het is die 5%, het is die 1% die je eraan toevoegt, die niet in de schrift te vinden is, die de hele boodschap corrupt maakt. En daar moeten we wat van zeggen. Als we de bredere context van de Galatenbrief bekijken, dan vind je nergens, nergens, Paulus' toepassing van de zegen van Abraham op de heidenen. Door te zeggen dat dat iets te maken heeft met financiële voorspoed, materiële welvaart, land, vastgoed, uh, fysieke gezondheid. Je vindt het niet in de Galatenbrief. Wat je wel vindt voor zegeningen die beloofd zijn aan de heidenen, aan de gelovigen. Lees je bijvoorbeeld gelaten hoofdstuk 1, vers 3 tot 4. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Dus een zegening die tot ons komt in Jezus Christus is dat hij zich gegeven heeft voor onze zonden, dat hij ons ontrukt heeft aan de tegenwoordige slechte wereld. gelaten 2 vers 19 en 20. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven opdat ik voor God zou leven. Dat is een zegening die tot ons komt in Christus Jezus, dat wij voor God kunnen leven. Vers 20, ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gelaten 3, vers 26. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Dus een zegening die tot ons komt in Jezus Christus is dat wij door geloof kinderen van God zijn geworden. Galaten 3 vers 29 Als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenaam. Dus wij zijn erfgenamen geworden van God. Galaten 4 vers 5 tot 7 Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten die roept Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Dus keer op keer, waar gaat het om? Rechtvaardiging, vergeving van zonde, de ont het ontvangen van de Heilige Geest, door de Heilige Geest een kind van God worden. En in vrijheid kunnen leven. Dat lezen we in Galaten 5, vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dus Doordat de Geest van God ons hart verandert, worden wij kinderen van God. En doordat de Geest in ons woont, gaan wij van nature, door middel van de Heilige Geest en de nieuwe natuur die we ontvangen hebben, gaan we God lief hebben boven alles en onze naaste lief hebben als onszelf. En daarmee wordt de wet in ons leven vervuld. En wat is dan nog meer vrucht daarvan? Gelaten 5, vers 22. De vrucht van de Geest. Het feit dat de Geest in jou woont, als, als gave van God, als zegen, door middel van dat zaad van Abraham. De vrucht van die geest is echter. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, geloof, zelfbeheersing. Dat zijn karaktereigenschappen. Dat zijn dingen die God bewerkt in ons. Dat is Zijn karakter wat vorm krijgt in ons. En dan staat in vers 23: Daartegen richt de wet zich niet, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Dus. Als we zo even door de gelaten brief heen lopen, nergens lees je iets over financiële voorspoed als toepassing van de zegen van Abraham op de heidenen. Nergens lees je iets over vastgoed, nergens lees je iets over fysieke gezondheid. Het zijn simpelweg dingen die Paulus niet interesseren, lijkt het. Uh, zijn toepassing van de zegen van Abraham is geestelijk. Rechtvaardiging door geloof, belofte van de Heilige Geest, aanname tot kinderen van God, vrucht van de Geest die steeds meer groeit. In ons leven is overigens niet de vruchten van de geest, maar de vrucht van de geest. Hè? Dus die karaktereigenschappen van God, van Jezus Christus, die in ons vorm krijgen. Het feit dat we nu kunnen leven voor God, dat we niet meer voor onszelf hoeven te leven. Dus conclusie: de gelaten brief belooft geen financiële welvaart, geen materiële toepassing van die zegening van Abraham. Het is simpelweg. Niet de Nieuw-Testamentische toepassing van de beloofde zegen door middel van het zaad van Abraham, dat wij materiële welvaart zouden krijgen of fysieke gezondheid. Sterker nog, als je de bredere context van het hele Nieuwe Testament bestudeert. En laten we wel wezen, het Nieuwe Testament is voor christenen de sleutel om het Oude Testament op de correcte manier toe te passen. Niet andersom. Niet andersom. Het Nieuwe Testament is de volledige openbaring van God. Het Oude Testament is. Nog voor een belangrijk deel een schaduw, een voorafschaduwing van de volle openbaring die komt door Jezus Christus. Dus het Nieuwe Testament is voor ons de sleutel om het Oude Testament goed te begrijpen. En als je de bredere context van het Nieuwe Testament bestudeert, dan zie je eigenlijk dat elke keer als het gaat over geld, dat het Nieuwe Testament waarschuwt voor de liefde voor geld. En dan zeggen mensen als Tom de Wal en welvaartspredikanten: ja, maar. Als je het goed bestudeert, dan zie je dat het Nieuwe Testament niet waarschuwt voor geld, maar dat het Nieuwe Testament waarschuwt voor de liefde voor geld. En dat klopt, dat is ook zo. Maar als jij in je bediening steeds aan het praten bent over geld, en steeds mensen wilt duidelijk maken dat de vervulling van Gods plan voor jouw leven is overvloed, welvaart wandelen, in de zegening wandelen, in rijkdom, is dat dan niet een duidelijk teken dat je de liefde voor geld in je hart hebt? Als datgene. Hetgeen is waar je steeds over praat in je bediening, dan is het toch zo dat Jezus onderwijst dat waar het hart van vol is, dat de mond daarvan overloopt. Het Nieuwe Testament laat zien dat God zeker zorgt voor zijn kinderen en ervoor zal zorgen dat zij niet tekort zullen hebben. En dat lezen we ook in de Bergreden, en daar kunnen we in een volgende video wel eens samen naar kijken. God voorziet in de dingen die we nodig hebben: in kleding, in voedsel. Maar wij worden opgedragen om daar zelf niet mee bezig te zijn. Om niet bezig te zijn met het verzamelen van schatten op aarde. Om niet bezig te zijn met uh, vermeende materiële overvloed die God ons beloofd zou hebben. Zijn kinderen moeten bezig zijn met Zijn koninkrijk en met de geestelijke aspecten daarvan. De verkondiging van het ware evangelie.